Ja, hij stelt aan. Nou, hé, hey, dat is een keer een langere vlog, want er is een naaitellig bijken. Want ben je nou weekendje weg 30 plus? Dus ik ging de mommie met 21 plus, en nou 30 plus. Kijk eens, er komt net weer een barge dames aan. Ik heb de spulletjes ook al weggelegd, dus heel leuk. Ik ga mijn auto even pakken en gewoon al mijn spullen naar binnen leggen. En dan zal ik even een verslagje voor jullie maken. Kijk. Deze dames zijn er zin in ieder geval. Even kijken hoor. Nou, en lekkere kamers. Iedereen is alleen het deelt. Zie je dingetje wel een beetje apart is. Het is, we leggen hier lekker op een bed. Maar douchen, dan moet ik mijn kamergenoot even wegsturen. En eigenlijk naar de wc gewoon. Ok, tenminste, ik denk dat het beter is. Dit is toch wel wat we minimaal een beetje verwachten van een weekendje, hè? Minimaal. Koffie. Ik heb de koekenkel op, want er worden nog koffie gezet. Al wil je twee koekjes, dat kan ook. Ja. Was een klein stukjes. Was een kleine stukjes. Ja. Maar goed. Hey, normaal doen we het met wat anders, maar nu met koffie. Goed weekend. Ja. Appa. Daar is in ieder geval een Ruben mee. Dat scheelt. Oh, kijk. Er komt een Lali 2. En dit is per persoon, hè? Dus wanneer ik weet niet waar ze jongen komen brengen, maar. Ik zit hier met twee. Ja. Maar zo werkt dat hier. Het is eigenlijk. Wat niet aan te bevelen is, is pantenvuren te wegen in Noordertijd. Ja. Nee, dat zou ik niet doen. Dus, gewoon met de koks die we nou hebben. Ja, een echte topper. Ik zal hem zo direct hem wel even laten zien. Ja. Hoe heet die ook weer? Die van enkele kant, hè? Cor. Cornelis. Ik denk als ik een foto in de reus stuur en zeg Cornelis kookt hier een weekend voor me, dan kom je zo snel. Ja. Kijken hoor. We zullen eerst eens even kijken wat we. Nou, klopt, ja. Pas op, uit allemaal zal allemaal. Oeh, jongens, hé. Ja, maar dat geeft me niet om, hè. Als we zo lekker eten, Cor, dan komt het helemaal goed. Dat heeft toch wel wat hij zegt op al. Ja, ja, okay, maar ik voel nog hier een grootje, jongens. Dus ja, kijk, sorry, jongen. Maar ik hem. Dus ja. Het ijs. Ja, jammer dit. Bij een graal hoor, maar dit is het wel. Ja. Lekker crispy salade erover. Ja, lekkere crispy salade. En dan moet je bij een ommerberg zalm, dus je kunt gewoon opscheppen. Er zit nog een velletje om, schep je niet meer. Nou, en dan... Een feest op je bord. En je muggen nog 2, 3... 4, 6... Als je maar echt goed neemt. Ja. Klop, 2 kateren jongens, klop. En ja, hey. Ja, hoe ligt dat, Rika? Nou, het ligt echt fantastisch. Ja, moet je eens kijken. Oh. Maar ja, ik vind het eigenlijk zo. Ja, en jullie dan van lekkers? Hamburger. Even kijken hoor. Ja, nou hier de tafel die wordt hier alweer gedekt. Het is 7:45. Vanochtend, ik heb alweer lekkere douche. Het is prachtig mooi weer. Het is. Dus ik ga even een lekker bekje doen. En die wil gewoon voor mij in de tap, Tiro. Dus dit is fantastisch. Morgen, maar. Vanmorgen. Hoe lang zijn jullie hier af? Wij doen er vroeg af, anders moet een lekker ontbijtje maken. Ik heb het in de gaten, ja. Die luisteren zelf gewoon weer rustig hoe voor ons. Niks. Alsjeblieft. 4, hè? Ja, op één kun je niet leven, dus vandaag ga ik vieren. Gek, ga je het ook voor jullie liefde hebben. Dus, oh, ik denk dat ik even een gitaar heb of zo. Ik wil iedereen een klein beetje wakker maken met een klein beetje muziek. Altijd leuk. Dit is top. Zeg, maar voor je even gisteren. Ik vond het interessant. Ja, wat begonnen we ook weer mee? Zingen. Even, maar we hadden ook een welkomstspel, toch? Ja, klopt. Ja. Even, hoe ging dat bij jullie in groep in? Dat brak wel even het ijs. Ja. Ja. En hoe ging dat in het begin? Dat was in die T-Zek vraagjes. Ja. En daar kwam een leuk gesprek van los. Ja. 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 Denk wat dan al doet, weet je dan nog? Nee. Eten is hier altijd goed. Wat hadden we ook weer? Broodje zalm met salade. En, rookte zalm, is goed. Ja, die kokken met een goedkeur, hè? Ja, dat is helemaal goed. Wat een toppers. Nou, en dan gingen we even naar het in en stille tijd. Even een groepjes om alvast
de Bijbelstudie vuur te braaien. Wel goede gesprekken op, hoor. Ja, zeker. Ja. Ja. Echt, ben je langer iemand erin, kun je me nog vast gewoon een vraag dat heen? Nooit. Nee, nee, nooit. Maar dat hoeft ook niet, hè? Dat hoeft niet. Nee, goed gesprek, goed gesprek. Ja. En kijk, er zit ook nog volk naast mij. Hier zit, zit Albert nog. Wel, ja. Ja, toen hadden we een spreker, toch? Ja. Ja, wat vond je ervan? Nou, bijzonder, hè? Een enthousiaste man. Ja. Direct. Een beetje radicaal. We kregen een paar lekkere radicale teksten kregen we uit de Bijbel, waar we even een beetje overnomen moesten denken. Ja, 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 hij zit hier wel aan het denken. Ja. We hadden ook wel goede gesprekken uit de tijd. Meestal heb ik met mijn vrouw wel even over kunnen praten. Ja. Dat was wel fijn. Ja. Het is goed dat je dat zegt trouwens, want de meeste mensen hier dus gewoon mee bij 30 plus middenluis en vrouwen. Ja. Ja. Hoe is dat? Serieus langer, hè? 21 plus alleen met gekken in een kippenhok. Ja. Ja. Ja, ik vind dat heel erg fijn, want ik denk dat het een erg bulduffend huwelijk. En dat je ook het gemeenteswezen samen oppakken in je huwelijk. Dus ja, ik vind dat wel heel erg fijn. Ja, ik, dus Jannek, als je kijkt. En je bent ook welkom. We zien de kanger niet, maar dat geeft niet. Heb je ook nog een spelletje in de spiel s'avonds of ben je gelijk op Bergen? Nee, niet op Bergen, maar we zitten op Rotterdam. Dus eigenlijk in het verlengde van de spreker. Ja. Hoe zit het nou? Ja, want ik zag iedereen vormde lekker groepjes na de tijd. Geen automatisch. Geen automatisch, dan ging je een spelletje doen. En jullie hebben dus nog even een... Met de domme zelf? Met de domme ook nog even. Ik blijf ook nog wel een aantal uren zitten. Ja, het lekker zitten. Dat was... Met Luc kijk van... Een goede discussie. Ja. Jezelf, ja. 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 Ah, wel leuk, wel leuk. Ja, nou, ik denk dat geeft hier die vrijmoedigheid. Je kunt toch geen kant op. Ja. Je er wel, ja, en niet dat het versier wordt, maar het is gewoon heel fijn om even een discussie te hebben over het onderwerp waar we hier net over hadden. Nou, ja, lekker. Vervolgens hier ook snel je dan toch wel weer een warme sfeer in. Ja. Ja. Ja, want het is je binnenkomen en welkom. Ja, terwijl je in ieder geval toch kan er niet kennen, anders zit je bij een rennende gemeente zitten. Ja. Maar dat is snel weg. Ja. Ja. Ja, dat heb ik hier gisteren al bij MAVO gehoord trouwens. Die zeggen ook, als je hier binnenkomt, dan ben je welkom, dan ben je geaccepteerd. Hoe je achtergrond ook is, welkom. Ja. En we zijn allemaal hetzelfde. Ja, vind ik mooi. Weet je, gisteravond, want die koksje ging gewoon duur, hè. Dat, wat een eten genoeg eigenlijk had, maar er kwam er nog, nou wat hebben we nog maar. Frikandellen. Frikandellen. Ook gewoon chips. Te duur chips op tafel, jongen, net echt. Bakken chips. Bakken chips, ja, dat was echt. In een kommetje, maar gewoon in zo'n bak. Ja, maar dan kwam ook de Peter, hè? Ja, Peter die kwam weer met drie bakken. Ja. Ik stond trouwens niet op camera, jammer genoeg, maar. Zo ben je een kommetje, hè? Ja, een handje, handje van Peter. Een handje chips. Ja, een handje chips. Ja. Dus nee, Peter, die ben een topper. Dus slo me niet, alsjeblieft. Dus, nee, en vandaag gaan we weer even terugkijken, of hier wel terugkijken, wat we ook weer allemaal leuke dingen gaan doen. Dus, Kelemenk of zo. Kelemenk of zo, hoor ik je net. Nou, gaan we denk ik, even lekker zingen, even lekker eten. Kieken brood zat hier al klaar. Ik hoor de jongens al praten van, hebben we een lekker eitje voor jullie bakken. Dus het wordt weer een genietende dag. En een zonnetje schijnt, jongens. Ik heb mijn korte broek aan. Without the preaching of the cross, without preaching the cross to ourselves, all day and every day, we will very, very quickly revert to faith plus works as the ground of our salvation. So that to go to the old Fort Lauderdale question, if you were to die tonight and you were getting entry into heaven, what would you say? If you answer that, and if I answer it, in the first person, we've immediately gone wrong. Because I believed, because I have faith, because I am this, because I am continuing. Loved ones, the only proper answer is in the third person, because he. And think about the thief on the cross. And what an immense, I can't wait to find that fellow one day to ask him, how did that shake out for you? Because you were cussing the guy out with your friend. You've never been in a Bible study. You never got baptized. You didn't know a thing about church membership. And yet you made it. You made it.
How did you make it? That's what the angel must have said, you know, like, what are you doing here? Well, I don't know. What do you mean you don't know? Well, like, because I don't know. Well, you know, excuse me, let me get my supervisor. They go get the supervisor in. So, we just a few questions for you. First of all, are you clear on the doctrine of justification by faith? The guy said, I never heard of it in my life. And what about, let's just go to the doctrine of scripture immediately. This guy's just staring. And eventually in frustration, he says, on what basis are you here? And he said, the man on the middle cross said, I can come. Now, that is the only answer. That is the only answer. And if I don't preach the gospel to myself all day and every day, then I will find myself beginning to trust myself, trust my experience, which is part of my fallenness as a man. If I take my eyes off the cross, I can then give only lip service to its efficacy, while at the same time living as if my salvation depends upon me. And as soon as you go there, it will lead you either to abject despair or a horrible kind of arrogance. When I think about where I would have been without you, I'm so glad it's a place I never have to be. Even if I tried, I couldn't count the ways. Not enough for words for me to ever say. Just not enough to do what you need. Singing like amen, amen, amen. Wat wordt er nu? Nou, ik zal een poging wagen om deze nou te maken. Ja. Mijn schildertalent is niet echt mijn grootste talent. Zien we zo. Ja, nee, doe maar niet. Keer dat ik aquarel, dus ik probeer er wat van te maken. Ja. Ja. En worden het zwarte schapen of? Nee, ik denk toch wel een beetje witte schapen. Dus, en ik heb net een detail gevonden, maar kijk, er zat een krusje in zijn ogen. Ja. Dus het, Ben je trots, Albert? Ja, het is boven verwachting. Boven verwachting. Mijn eigen verwachting. Dan. Ben je talent naar boven gekomen die je niet verwacht had? Ja, ik ben blij dat hij al is. Lydia, getallen, vind ik, Is er ook iets wat je niet kunt? Zeg dat je mooi vindt? Ja. Die blaadjes vinden echt heel mooi. Ja, thanks. Hey, met wie doe je dat weer samen? We kunnen zien dat de derde gedrag hier in de hoek... Met wie doe je dat weer samen? Dat maak je, Tim. Dat heb ik.
Nou, probeer een stribootje te maken. Een stribootje? Ja. Een stribootje. Nee. Want dan had ik een heel groter blad af, denk ik. We zullen even kijken wat voor kosten zijn. Je krijgt een geweldige kookteam. Ja, ja. Ja, ja. Hou een neutje voor alle voet, joh. Want dan Wat hebben we voor kosten? Wat hij hier maakt. Toen vertel je eerlijke pasta maakt met een verrassing als dessert. Een verrassing? Ja. Oké. Ja, het ziet er lekker uit. Het ziet er aardig goed uit. Kunnen we zelf op je bier zetten? Zelf. Dit is top hoor, hier ook. Ja, maar lekker eten. Lucas die heeft er ook zin in. Oh, je ziet het. Hij zit er goed uit je slaat, die alweer te pakken. Dus dat komt helemaal goed. Nee, jongen? Zo best wel. Ja. Ja. Ben je er wel aan toe? Ja, wat een lekker geroze kook. Ja, zeker. Oh, zeker, hartstikke lekker. Ja, dankzij deze koppen zie je ons weer een toetje. Dat zien we zo direct. We mogen niet te veel eten, want oeh, mama. Kijk Rico, hier dan. Je hebt er nou een zin in. Je stond allemaal onder de mensen, of niet? Zo, mij benaaien wat we nou weer aan. Oh, zo, we kunnen vanavond niet van met elkaar gaan praten. Ja, dit wordt koehangel zonder brood. Dit wordt koehangel aan de lange tafel. Ja. Alle, ja. Dit, dit is uitjes en knoflooksaus. Dag maar, hoor, en ook de salade zie je. Oh, ja. Dit wordt niks. Dit wordt lekker. Dit wordt lekker. Ja, dus we slapen niet met een bulvolk op in je kamer. We slapen allemaal met z'n twintig, dus ik hoef mijn excuses maar aan te bieden aan één persoon. Raamheupen. Ja. Kom maar goed. Goeie jongens, wat even lekkers. Lekker zalp in de bier. Hey, Jan toch al zalm? Nee, ze met zalm. Ja. Oké, ik moet dat vastleggen, dan kunnen we je volgend jaar bieden, kunnen we zelf maken. Ja, dat is goed. Dat is goed. Mijn lekker hè, jongens. Riegelt, niet te veel hè. Ik heb een beetje. Ja. Je ziet hem uit. Ik zie je gedicht. Ja, ja, overal zit. Hey, ben je voor het eerst meer met een weekendje weg? Ja. Een weekendje weg? Ga, hè? Vandaag, de dag. Neem ons even mee. Wat hebben we vanochtend allemaal doen? Oeh, liefde. Dat is wel, nou, we beginnen eigenlijk de dag altijd met heerlijk ontbijt. Ja, hè, lekker hè? Lekker, koffie, thee, man, hey. Alles. Wat had je erbij trouwens? Wat had ik erbij? Ik had een lekker eitje. En, ja. Lekker kaas en een brood. Heerlijk. Wat hebben we toen? Ja, ook. Nou, toen hadden we dat gehad. Gewoon lekker even zingen. Mm-hmm. Zingen en toen kwam Kelleman. Spreekt ja. Dat goed uit? Ja, Kelleman. Nou, ik denk dat iedereen wel een beetje naar zijn spreekt. Maar we weten wat we bedoelen. Inderdaad. Dus toen hebben we dus een bijbelstudie gehad. Heel erg leerzaam, maar ook interactief. Ja. Dat vind ik echt heel fijn. Dat is echt leuk, ja. Toen dan al hadden we... Even een lekker bek koffie volgens mij, met hier een hele koek in de bij. Ja, ja, ja. Oh, ik ja, had een, ja. Volgens mij had ik een botterkoek en ik had een brownie. Ja, en, ja die, je moet alles die brownie is echt... Wow, ik weet niet wie dat gemaakt heeft, maar echt nou, applaus. Die van kapitein. Alide volgens mij. Ja. Mega top. En vervolgens hebben we dus Janneke. Oh ja, Janneke, ja. Wat hadden we, wat moesten dat we... was het leukste eigenlijk. Ja, ja, dat klopt. Over het algemeen, ja. Qua creativiteit. Mm-hmm. Dus toen moesten we schilderen. En wat heb je gemaakt? Ik heb de schaapherder. Oh ja, ja, die had ik ook. Ja, ja. Echt super gaaf. Ja. Wat hebben we daarna dan? Toen hadden we eten. Ja. Lekkere spaghetti. Oeh jongens, en heerlijk hoor. Echt mega lekker. Jongen. Ook applaus aan de kok. En, ja. Echt oh, en we het nog niet over het toetje had. Want er zat ook een heerlijk toetje bij. Mm. Echt. Wat was ook weer... Dat geeft niet. Wat was het toetje ook weer? Het toetje was wentelteefjes met een klein bolletje vanille ijs. Oh, hoeveel eet je hier aan?
Dat gaan we niet vertellen. Oké, okay, dit zeggen we niet. Maar het is echt zo lekker. Ja, ja. Hij was nog lekkerder dan een appelstroedel. Oh man, genuttig nu. Hij doet het nog, Maar je ziet hem, niks, maar dat geeft niks. Maar we zijn nog bijna de hele dag duur. Ja. Dan hadden we volgens mij vrije tijd, of niet? Dan hadden we vrije tijd en toen binnen we kringloop shoppen en dat is helemaal het einde. Ja, en nog wat te vonden? Nee. Ja, jawel trouwens. Ik heb wel wat voor de plaatspuurders. Ja. Voor de plaatspuurder. Vind ik zo amazing. Ja. Ah, oh, leuk. Ja. En toen hadden we een bijbelstudie. Ja. Even met de kanger. Dat is laarzaam. Je kunt dingen van de kangelaan en opsteken. En dat duurt nu nog meer, natuurlijk. Ja. Ja. En toen binnen we lekker gewoon hier. Wier eten. Wier lekker eten. Dus, jullie wilden eten, maar jullie heel veel laarprocessen. En soms heel intens, maar op een hele mooie manier. Ja. Dus het, nou ja, en we hebben weer een bouwsteen lekker. Ja, en we zitten nog vol. Dus we zullen nou... Ja, we gaan nou zo sporten of zo. In de zon. Ja, en nog even lekker genieten. Wij hebben nog een half uurtje om even voor uzelf. En dan gaan we verder. Kijk eruit nog een paar van de tekeningen. Oké, doei. Doei. Let's go. Go. Let's go. Ja. Alles uit, hè? Maar jullie moeten er met vier man doen, mezelf. Pak met de elastiek in, hè? Alle uit, ja. Pak je beker op, maar niet vuur, want dan maar eens kunnen die dan. Pak je beker op en dan doe die bekerstapel zo op het torentje. Wie dat de gangste doet en de punt won. And it all comes down to this. What you require. Bonanza. Sports. Mag je beginnen? Ja. Vraagje. Ja. Van gisteren.
Ja. Gooi van gisteren. Ik wil gisteren. Top. Ja. Ik moet even denken wat ik allemaal doornail. Ja, we allemaal door. We begonnen in ieder geval met een bite. Sowieso. Dat was dat is altijd lekker. Lekker bekje erbij. Ja, dat was gelijk Bijbelstudie. Oh ja, Bijbelstudie hadden we. Ja. Nou, dat was wel even leuk. Even met mensen. Nou, goed even kijken wat die allemaal van vinden. Dat is wel leuk om even van langer te horen hoe die erin staan. Hoe die dat zien en horen. En wat die hier allemaal van vinden. Ja. Dat vond ik best wel leuk. Ja, ik vond dat Kelemen die hield ook lekker interactief met ons. Ja. Dus we konden ook een klein beetje een afvinken. Ja, dat hadden we nog. Maar we hebben lekkere gieten vanzelf. Heerlijke gieten. En daarna hebben we even een lekkere mandeling gemaakt. Dus, even een loopje, even wat anders, even je hoofd ook leegmaken. Ja. Dat is ook helemaal goed, want je krijgt dan toch wel veel info over de ene. Dus dat is wel even fijn en dan kun je daarna kun je weer lekker door. Ja, ja, nee, ja precies ja. En nou, daarna kwam de gigantische uurdagen natuurlijk. De spellenavond. De spellenavond, ja. Ja, ja, oh. Ja. Ik had geen flauw idee wat ik allemaal van benen kreeg, maar ja. Het was leuk. Het was leuk, hè? Ja, we hadden eigenlijk een avondje, nou, we hebben beelden sowieso wel, maar een avondje met allemaal oude spelletjes, dat was echt genieten. Genieten. Ja, als je denkt, hier won ik, dan verleur je vies, en als je denkt, hier verleur ik, dan won je gewoon lekker. Dus lach hier en brullen. Nou, we hebben nog even lekker afgesloten met wat spelletjes. Even nog even een spelletje om op te sleutelen, dus dat was allemaal even leuk. En dan lekker slapen, dat was allemaal fijn. Echt. En dan weer zo wakker worden, dat was wel zonnetje erbij. Wat moet je nog maar? Zondag? Ja. Ah, dan gaan we gewoon zo even door de kerk. Even een preekje naar... Preekje luisteren, kom op hout. En dan al weer genieten van de dag, denk ik. Dus, hey, wat kan je met dat? Dus. Stop. Echt, stop dit. Lekker. Heerlijk. Ik ben nog bij Anneke in het weekend. Ik denk, je moet een week op rantsoen, denk ik. Echt mooi. Oeh. We een lekkere gambas, we een slaw, we een normaal slaw, we een... Wat is het? Een curry. Een curry, ja, met kabeljauw. Kabeljauw. En, oh, lekker. Als ik niet op weekendje weg, zit ik altijd met Ruben. En ja, hij is iets verangerd, maar of het is een eigen Ruben, dat kan ook. Maar Ruben, hier is ook een Ruben. Dus hey, voor je van het weekend. Gezellig. Energerend. Ja, energievretend. Drok. Drok, maar ik vond het op zich. Drok vol van kennis. Ja. Ja, op zich vond ik het wel lekker dat je af en toe gewoon een kwartiertje van jezelf kon pakken. Even naar de wc. Ja, even, of gewoon even lekker even leggen, of je even droog trekken, of evalueren met Ruben. Ja. Kan ook, ja. Nee, ik denk, dat moet ik wel even vastleggen, want dit is, ik had nog niet met Ruben op de camera stond. En er is weer een Ruben, dus... Is niet bevreesd. Ja, dus we gaan gewoon nog even van dat lesstukje van het weekend genieten. We hebben nog één Bijbelstudie van Pieter. Die wordt top. En wat dan, hè? Nou, Jan-Korf en ik zijn het door de jaren heen een beetje ons geloofsbootje optuigen gaan noemen. Dus om een beetje in de anekdote te blijven. Elke winter staat je bootje in de botenloods of op de kant van Sint-Maarwijnen staan. En je gaat aan de slag schuren, primeren, lakken. Ik weet niet iemand die dit alles doet. Dus, Ik heb in ieder geval gehoord van lekker, fantastisch, wat een luxe. Ik heb zelfs de term gehoord van, mogen we dit nog een week doen? Niet per se de Bijbelstudies, maar het eten. Ja. Ik vind dat prachtig. Ik heb er helemaal indruk van dat jullie zijn dienst draait. En ik vond het heerlijk. En namens allemaal bedankt. En dan hebben we ook een presentje aan. Dankjewel. Nou, dankjewel. 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 Dankjewel.